Dit is een bericht voor de leerlingen van groep 7 van de Pionier, de leerlingen van meester Quinn. Hallo, ik ben Vivienne en ik heb een thuiswerkopdracht voor jullie. Ja, het is natuurlijk een beetje een rare periode. Helemaal niet altijd even leuk. Maar ik heb daarom wel een opdracht bedacht die ja, eigenlijk voor wat gezelligheid kan zorgen. Het heeft namelijk alles te maken met muziek. Iets waar ik altijd heel erg blij van word. De bedoeling is dat we met de hele klas eigenlijk een soort verzamelplaylist gaan maken van mooie liedjes. Mooie liedjes die zo meteen ook in de decembermaand een beetje voor gezelligheid en sfeer kunnen zorgen. Niet alleen thuis, maar ook in de klas. Dus de bedoeling is dat je aan je ouders gaat vragen wat nou voor hun een belangrijk nummer, een liedje is geweest uit hun jeugd, toen zij jong waren, dat zij heel erg mooi vinden, waar ze heel blij van werden. Het zijn misschien artiesten of bands die je helemaal niet kent en een liedje waar je nog nooit van hebt gehoord. Maar vraag maar eens waarom het voor hun zo speciaal is. En dat nummer maak je een klein verhaaltje van. In 5 zinnetjes schrijf je even op wie de band is en waarom dit nummer dan speciaal is en hoe het nummer heet. En die kan je dan allemaal inleveren bij meester Quinn. En dan krijgen jullie zo 1 lange playlist van nummers die jullie zo, hup, de feestdagen doorhelpen. En een beetje gezelligheid verzorgen in de klas. Want dat kunnen we wel gebruiken nu. Maak er wat moois van. Ik ben heel erg benieuwd naar alle liedjes die in de playlist terechtkomen. Veel plezier!